22 februari 1914. Op uitnodiging van Helene Kruller-Müller meldt Bart van der Lek zich bij het kantoor van het familiebedrijf WMH Müller & Co. aan de Lange Voorhout in Den Haag. De kunstenaar krijgt een belangrijke opdracht. Hij reist naar de mijnen van de firma in Spanje en Algerije om inspiratie op te doen voor een groot glas-in-loodraam. De reis markeert het begin van een jarenlange samenwerking. Helene werpt zich op als mecenas, geeft opdrachten en neemt hem zelfs enkele jaren in dienst. Ze verzamelt zijn werk en is gepassioneerd ooggetuige van zijn ontwikkeling. Bart van der Lek voelt zich gesteund, maar koestert zijn onafhankelijkheid. Een ontmoeting met Piet Mondriaan zorgt voor een radicale verandering van stijl die zijn relatie met Helene onder druk zet. Ze probeert hem te begrijpen, maar vindt het lastig zijn lijnenkunst te waarderen. Recent onderzoek naar hun correspondentie werpt een nieuw licht op deze moeizame, inspirerende, maar soms ook spannende relatie. De mecenas en de verversbaas. Helene Kruller-Müller en Bart van der Lek. Vanaf 14 oktober 2017 tot en met 2 april 2018 in het Kruller-Müller Museum.